achter mij in het stadion. En vandaag is het tijd voor een nieuwe video. Niet in het stadion, wel met een speler die daar regelmatig actief is. Dit seizoen wat minder, maar hopelijk volgend seizoen wat meer. Tegenwoordig maakt hij ook muziek, niemand anders dan Locadia. Ik ga er even naartoe, ik ga eens even kijken. Leuke liedjes voor mij. Is dit de DJ set trouwens? Ja. Ja, deze. Ja, is flauw. De beste man zit er al klaar voor. Oké, krijgen we gelijk al. Oh jee, gelijk een preview. Meteen een teaser. Was het genoeg? Verder mag niet. Nee, hard man. Heb nog meer? Ik heb zoveel gemaakt binnen. In die maanden dat ik er zit, was ik misschien 12 nummers gemaakt ofzo. Want ik heb het jou horen zeggen tegen alle andere interviews en zo. Het was wel je ding. Vooral toen je, ben je ook even begonnen toen je geblesseerd was? Of nee, ook ik had. Volgens mij ben ik 2 jaar geleden begonnen. Mm-hmm. Maar toen was het nog niks. Nog niet serieus zeg maar. En toen ik geblesseerd raakte, toen werd het een beetje serieus. Ja. Had ik meer tijd natuurlijk, omdat ik niet kon lopen. Je kon eigenlijk niks meer. Nee, het was gewoon afleiding eigenlijk. Ja. Wanneer komt het uit? Dat weet je nog niet. Nee, ik heb geen idee. Je gaat het wel uitbrengen. Ik denk het wel. Heb je dan ook zoiets van tweede carrière langs? Of daarna? Of? Ik denk best daarna. Daarna? Ja, je bent natuurlijk nog jong. Na een wedstrijd gaan draaien. Zo niet. De combinatie moet kunnen. Het is je voetbal. Ik bedoel, dat heeft dan even niks met muziek. Veel mensen vergeten jouw debuut. Dat is alweer 6 jaar geleden. Kun je nog, dat wist je zelf niet eens. kun je nog eens vertellen wat toen, zeg maar, hoe dat ging? Je viel toen in, VVV uit. Ja, gek om mee te maken denk ik. Vooral als een jongens spelen. Je scoorde gelijk 3 keer, ja. Want daar ging het dan vooral. Ja. En daarna nog 2 titels gepakt. De beker, volgens mij, meen ik. En nog 2 keer Johan Cruijffschaal. Ja. Maar nou las ik vanochtend, en weet niet of dat waar is, en of ik dat mag zeggen. Ik heb gehoord dat je ging verlengen, waarschijnlijk. Waarschijnlijk, ja, dus het is nog niet zeker. Bijna. Ja, oké, okay, prima. Dus wat komt er nog bij? Want dit seizoen, ja, reet, kun je toch niet blessuren. Ja? Ja? Een paar miljoen. Ja, maar die pak je toch al met de DJ erbij ook? Ja, dat is ook zo. Ja, oké. En ik heb nog 1 vraag, sowieso. Zing je ook? Of? Nee. Waar is die dan voor? Voor als zanger of zangeres. Nee, ik denk ja, dat ding staat hier zo mooi. Ik denk, kun je ook zingen? Maar... Nee. En je rapt ook niet? Nee, totaal niet. Er zijn sowieso spelers ja. die wel rappen. Dat moet. Dat is in elke voetbalgroep, een spelersgroep. Ga je een keer samenwerken, collabje maken met, weet ik veel, rond Joshua Brunet? Nee. Kan je een van die guys rappen? Nee, ja misschien, ja Easy mag misschien man. Easy? Frans, hè. Ja, maar ik vind dat wel, gewoon een PSV collab keer. Easy rap, jij produce hem. Nee? Nee? Is dat niks? Wat doe je dan? Maar wat is meer jouw steltje, jouw dingetje? Ja, we hoorden net al een beetje, maar... Ja, EDM denk ik. Mm-hmm. Ik luister wel hiphop, maar ik maak liever EDM. En je piano skills? Niet goed. Nee. Ik wil wel wat horen. Je hebt les. Ja. Je moet wel laten horen. Hey, ik ben hier niet voor niks heen gekomen. Kom op. Ik zit misschien twee keer op les of zo. Man. 2 keer? Ik ben 2 keer naar les geweest. Oh, maar je hebt echt daarvoor ook nooit iets. Nee. Iets. Oh. Jurgen Lucadia, live. Vader Jacob. Take 1. Vader. Actie. Kun je dat? Vader Jacob. Uh-huh. Ik kan wel iets anders denken. Past echt bij jou dit, deze muziek. Oh! Oeh, vals nootje. Knippen we eruit. Kun je eruit? Nee. Nu niet meer. Kun je achteruit? Verder uit. Misschien. Thank you.
Een heel gevoelig nummertje. Pas wel bij jou. Weet ik niet. Ik ben wel gevoelig. Jawel? Nee, maar dit leer ik dan. Maar dit is na twee lessen. Ja. Nou, dat vind ik al best wel skill. Kun je die dingen ook lezen? Of staat die gewoon Chinees? Ja, een beetje. Een beetje. Je las net niet, hè? Nee. Spelers worden vaak na hun carrière worden ze voetbaltrainer. Jij wordt tijdens jouw carrière nu mental coach in piano. Ik kan... Dat is niet goed. Wijs ik überhaupt... Dat is ook niet goed. Goeie leraar. Dan beginnen we. Nee, maak ik allemaal helemaal zelf. Ja, wel met de fiets, maar ik begin meestal op mijn andere laptop. En dan begin ik daar gewoon melodieën te maken, akkoorden en zo. Mm-hmm. En dan, als ik vast zit, dan bel ik hem en dan komt hij mij helpen. Ik heb twee opleidingen gevolgd, eentje in Hilversum, mm-hmm. Twee keer per week en eentje hier in Eindhoven. Ja? Dus daar leer je ook van alles uit. Ja, ja. Dus ik ben niet echt alleen aan het doen. Ik heb wel dingen geleerd en zo. Natuurlijk. Ja, ja. Maar heb je dan, ga je zelf ooit naar andere DJ's toe? Gewoon, nog nooit geweest, man. Nee, ben je er nooit? Nou, dan weet ik het. Martin Garrix. Nee. Maar ik wil wel echt keer gaan. Wat denk je nou later als je zou DJ'en? Wanneer ben je zenuwachtiger? Zenuwachtig? Zou je zenuwachtiger zijn, zeg maar nu, als hier, weet ik veel, 20.000 man zou staan? Of als je in het stadion staat met 20.000 man? Ik denk draaien. Ja, ik weet zeker dat je zenuwachtig bent. Ik zag je net achter die piano al trillen, man. Ik trilde niet. Ah, jawel, toen mis je op die toon. Hoor. Ik zag wel dat handje zo op. Nee, maar het is wel eng, man. Ik denk dat het eng zou zijn. Ja, maar hier heb je zeg maar niet echt jouw... hier heb je niet echt jouw zekerheid of zo, denk ik, toch? Ja. En dat heb je met voetbal wel. Ja, eerlijk. Laat ze wel horen. Ja, nee. Maar hij doet het op gevoel. Zo. Ja, lekker hoor. Oh, daar komt hij aan. Koptelefoon. En nu heb ik geen excuses meer dadelijk, hè. Balgevoel, ritmegevoel. Hij doet het allemaal. Oh. Sommige mensen noemen het clublied van PSV oudbollig. Ik ben er één van. Wat is jouw mening, Jurgen? Ik ben er mee eens. Jawel, hè. Dus we hebben een goed idee. Of althans, we denken dat we een goed idee hebben. En we gaan even het clublied van PSV oppimpen. Of althans, jij gaat dat doen. Samen met... mag ik zeggen dat hij van Ajax is? Nee. Oké. Nee. Met zijn mede PSV vriend. Alle zenuwen. Debuut. Wanneer ben je te boeken? Vanaf 26 mei. Serieus? Ja. Dat is seizoen voorbij, of wat? Ja. Deze man. Okay, kunnen we dit met z'n allen gaan luisteren? Wanneer komt die op Spotify? Nooit. 23 Ik vind het nog wel gewoon knap. Ergens. Ik bedoel, het is wel. Wat de bedoeling was, is wel gelukt. Ja. Wat is 24 april? De release date van de remix van. Hoe heet het? Hoe heet die? Oh my god, ja nee. Van Rood werd gezongen. Remix. 24, Beats by Jurgen Locadia. Gewoon Locadia.
Gewoon zonder. Ja. Oké, okay, sorry. Ik moet ik je nou voortaan aanspreken als voetballer DJ? Wat ben je nou aan het doen, joh? Voetballer DJ. Nu nog voetballer. Ja. Dan wens ik jou heel veel succes ook dit seizoen. En ik hoop volgend seizoen. Gefeliciteerd jongens, ik heb heel veel goede momenten, goede calls bij de prijs van Schatten. Meneer Lucadia, Jurgen Lucadia, staat hij daar 2 dagen geleden te vertellen dat hij misschien wel bij... Je wist het al toen, of niet? Nee, ik wist het nog. Wist het echt nog niet? Nee. Oh, dus je hebt niet gelogen in ieder geval? Nee. Nou, alsnog wel gefeliciteerd nu dan. Dankjewel. Nu het dan wel officieel is. Ja, verder heb ik weinig dingen, ik kan je ook te vragen. Ik denk dat jij gewoon een paar titels meepakt. Dus dan sluit ik nu alsnog af. Maar nu dan niet dat je misschien gaat bijtekenen, maar dat het zeker weten. Dus succes volgend jaar. Bedankt iedereen voor het kijken. Tot de volgende keer. Dankjewel.